Weekoverzicht van 9 tot en met 13 december. Wij staan hier bij het conferentieoord De Hoorneboeg. Er is commotie. Wat is er aan de hand? Nou ja, er is een koper die dit landgoed wil kopen en er een hele andere bestemming aan wil geven, namelijk natuur begraven. In plaats van nu het groepswerk wat wij hier doen. En ja goed, zakelijk gezien zijn wij het daar, ja, zoals u zult begrijpen, niet mee eens. Wij willen graag als YMCA die hier achter zit, die dit uitbaat, dit blijven doen. En hebben dus ook een bod uitgebracht op het landgoed om het te kunnen kopen. Maar tegen een bestemmingswijziging kunnen wij helaas niet opbieden. Omdat de waarde dan zal gaan toenemen. De stichting Hoorneboeg, die hebben het in 71 in de volledigheid in handen gekregen voor groepswerk van mevrouw Pijnappel. Zij was de laatste bewoonster hier van het terrein. En zij willen het graag verkopen omdat hun achterban er minder gebruik van gaat maken. Omdat die veroudert. Ja, dat begrijp ik, hè, dat zij dat probleem hebben. Alleen ja, voor ons zou het fijn zijn als wij dan de kandidaat zijn, omdat we toch een goede relatie met elkaar hebben. En er wordt geroepen dat het niet rendabel meer is. Is dat zo? Nou goed, in de krant staat inderdaad dat er steeds minder gebruik van gemaakt wordt. Dat klopt als je kijkt vanuit de remonstrantse-ogen. Die woorden kwamen ook uit de mond van Frits Barends, de voorzitter van de stichting. En hun achterban maakt er minder gebruik van. Rendabel is het zeker nog wel. Wij hebben een goed draaiend bedrijf waar heel veel mensen welkom zijn. En daar verdienen we ook nog een centje aan. En daar zorgen we ook dat de lonen betaald worden voor onze medewerkers. Nou ligt Hilversum een beetje onder vuur qua monumentenzorg. Hoe staat het hier op dit landgoed? Ja, goed, wij hebben de afgelopen jaren heel veel onderhoud gedaan aan de monumenten die we hebben. We hebben verschillende monumenten, gemeentelijk en rijksmonumenten. Wij hebben wel gemerkt dat we dat inderdaad vooral zelf hebben moeten doen. En dat Hilversum daar niet per se de grootste partner in is. Op dit moment zijn er wel gesprekken met de gemeente over het gebouw hierachter waar de hele façade zou moeten vernieuwd worden. Waar wel meewerking is, dus dat lijkt de goede kant op te gaan. Maar goed, u begrijpt zelf, natuur begraven, dat doe je in de grond en daar heb je niet per se gebouwen voor nodig. Dus dat is nog wel een puntje waar ik niet van weet hoe het met de monumenten hier op het terrein zal gaan verlopen. We zijn gewoon geschokt over het feit dat er ineens een koper is voor de Hoorneboeg. Dat is echt heel erg snel gegaan. Er is zelfs al een contract getekend. En het doel van de nieuwe koper, een soort van projectontwikkelaar in Kerkhoven, is om er een kerkhof van te maken. Nou ja, je snapt natuurlijk wel dat je daarvan schrikt. En als je dan even over nadenkt, denk je van wat voor een fantastisch gebied wordt daarvoor vernield. Echt, nou, we zijn nog steeds denken van, moet je eens kijken wat voor een, hier ligt de grens van de Hoorneboeg, van het landgoed de Hoorneboeg. Nou, dit is de hei. En daar gaan dan anoniem, nou, 7000 mensen de grond in. Nou, dat is toch, dan denk je van, hoe haal je het in je hoofd? En dat gaat dan heel snel. In het diepste geheim wordt het voorbereid. En het lijkt dat iedereen daar gewoon in meegaat. Nou, fantastische mooie monumenten. Wat is de waarde van de bescherming daarvan? Nou, volgens mij helemaal niks. Je kunt het gewoon tot natuur terugbrengen. Nou, dan denk ik van, is er dan helemaal niemand wakker in Hilversum? Of wat? We zijn gewoon verbijsterd over, ja, wat er zomaar met een landgoed kan gebeuren. We liepen net samen langs de Engelse tuin. Die moet dan ook verdwijnen, neem ik aan. Nou ja, de nieuwe eigenaar moet een plan maken. Dat plan ligt er nog niet, maar heeft een doel. En dat is alles teruggeven aan de natuur. En als je dat tot je door laat drinken, dan trekt hij 30 jaar vooruit. Dan betekent dat gewoon dat er niets overblijft van de historische waarde. Van de natuurwaarde ook, volgens mij. Want het is echt op dit moment al een van de mooiste plekken van het Gooi. Maar ook van de prehistorie. Want dit is een toplocatie wat de prehistorisch is helemaal onaangetast. Daar ga je toch niet, allemaal dooien inleggen. Dat doe je toch niet? En u vertelde ook aan mij dat er een enorme bomenkap hier plaats gaat vinden. Nou ja, wat daarvoor nodig is, je moet graven maken. Dus die bomen, die wil hij erin in de tijd die hij ervoor heeft, er allemaal afhalen. En nou ja, dat zijn gewoon, ja, het is een van de mooiste stukken bos, 200 jaar oud. En met unieke bomen. Gewoon echt een Engelse landschapstuin met exoten erin. En dan denk ik van, nou, dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Ja, maar wat kan je doen? Er is dus actie op komst. Nou ja, we zijn met de buren om de tafel gaan zitten en zeggen van, ja, wat voor drama zijn wij terechtgekomen? En ook het personeel is bij elkaar gekomen en zegt van, ja, volgens mij moeten we hier ook gewoon de bevolking van Hilversum over informeren. Dat dit zomaar kan. We staan hier op de zevensprong. Dat is het landgoed, niemand weet dat. En ja, je kunt gewoon zien vanaf de bomen is hier een flinke strook, echt substantieel deel, is gewoon openbaar. En dus er is een actiegroep, we hebben een website in het leven gebracht. Het heet geendodenopdehei.nl. En nou ja, daar willen we eigenlijk alle feiten en alle, ja, ook de mening van politici op verzamelen. Om te kijken of dit nog op een of andere manier te veranderen is. Want er is één heel klein hooppuntje. Er moet een bestemmingsplanwijziging komen in Kerkhof. En die is er niet. Dus ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe en welke politieke partijen vinden dat de kern van de Hoorneboegse hei gewoon vernietigd kan worden. Dus met alle waarde die het heeft. Spelotheek De Steeg viert haar 30-jarig jubileum. Ter ere hiervan was wethouder Erik Boog aanwezig. Hartstikke goed dat ik vandaag hier bij jullie mag zijn. Deze feestelijke ochtend. 30 jaar Spelotheek. Dat is echt een mijlpaal. En natuurlijk zei ik, dan kom ik graag langs. En als ik dan langskom bij een jarige, dan moet ik een cadeautje meenemen natuurlijk. Namens de gemeente Hilversum. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat er nog heel veel jaren zullen volgen. Want ja, zelfs van jongs af aan zitten ze niet helemaal op die iPads. Maar er zit eigenlijk veel leukere speelgoed natuurlijk. Hè? Dus ik hoop dat het nog heel lang blijft. En dat jullie die prachtige verscheidenheid aan speelgoed ook kunnen uit blijven lenen de komende tijd. Dus van harte gefeliciteerd. En daar hoort dit cadeautje bij. Dus ik til hem even nog omhoog. Dan kan iedereen nog even zien. Yes. Spelotheek zit al 30 jaar in de Edisonstraat op nummer 47. En we zitten hier nog met veel plezier en het wordt steeds mooier, het wordt steeds verder opgeknapt. En we lenen 3 keer in de week speelgoed uit voor de kinderen. En mensen kunnen, zoals je hoort, ook komen zitten en met elkaar praten. En de kindjes spelen wel met elkaar. En aanstaande zaterdag is er ook een workshop, want dit jaar bestaan wij 30 jaar. En daarom kregen wij net de step van Erik Boog, de wethouder van de gemeente. En aanstaande zaterdag is de knutselworkshop van 2 tot 4 uur. Kunnen kinderen gratis meedoen, want omdat we jarig zijn, trakteren we daarop. Je kan altijd op maandagochtend terecht, en dat is van 9:30 tot 11:00. En van woensdagmiddag is het van 15:00 tot 16:30. En op zaterdagmorgen ook van 10:00 tot 11:30. En je kan alle informatie vinden op de website www.spelotheek-desteeg.nl. 3 dames dachten maandagavond bij trainingscentrum Train More op de Groest even lekker uit te zweten na het sporten. Na wat eucalyptusolie op de kolen te hebben gegooid, ontstond er een steekvlam. Een van de vrouwen heeft brandwonden opgelopen aan haar armen en benen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Van 23 november tot en met 1 december heeft de Nicaragua Volcano Challenge plaatsgevonden. 28 Nederlanders hebben meegedaan aan de fietstocht om geld in te zamelen voor de Stichting Wereldouders. Het idee van de challenge was dat de deelnemers zelf ervaren wat het werk van de Stichting Wereldouders inhoudt. Elsbeth Tolmeijer was een van de deelnemers. Zij vertelt over haar ervaringen. Het was een hele mooie ervaring om dwars door Nicaragua te fietsen. En berg op, berg af, dwars door de natuur. En tegelijkertijd het familiehuis te zien en te kijken hoe de kinderen daar liefdevol opgroeien. En ja, en toch een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Het mooie van dit project is dat je met een groep van 29 of 30 fietsers bent. En dat je met z'n allen een gigantisch bedrag bij elkaar verzamelt om ja, wat ten goede komt van het familiehuis in Nicaragua. En gedurende de week wordt zo'n groep ja, een hele mooie hechte groep die allemaal ervoor gaat. En fietsen wat je fietsen kan om ja, allemaal voor het goede doel. Dus we hebben er met z'n allen een mooi avontuur van gemaakt. Ik heb dit gedaan omdat ik Wereldouders een mooie organisatie vind die heel dicht bij het project staan waar ze geld voor inzamelen. En samen met een sportieve uitdaging heb ik een fantastische week kunnen hebben en tegelijkertijd heel veel geld kunnen inzamelen voor de kinderen in het familiehuis. Dit jaar werd de Volcano Challenge georganiseerd door Leonie de Lorijn. Wij spraken met haar. Ik heb zelf in 2011 meegefietst, dus als biker. En ben zelf zo enthousiast geraakt door het werk van wat Wereldouders doet in de Latijns-Amerikaanse landen. En ik heb dus het familiehuis in Nicaragua toen bezocht en de projecten. En daarna hebben zij mij gevraagd van, joh, wil jij het organiseren? En daarvan heb ik gezegd, ja, hartstikke leuk. Ik werk als freelancer en heb dit jaar voor het eerst dus de Volcano Challenge 2013 georganiseerd. Ten eerste is het gewoon heel erg leuk werk. En je krijgt er ook gewoon zoveel voor terug. Het is namelijk gewoon echt leuk om iets neer te zetten en samen daar ook goed te doen. En dat is dus gewoon waanzinnig leuk. En als het dan ook succesvol is. Dus 110.000 euro hebben we opgehaald tot nu toe. Stichting Wereldouders, zij verzorgen van 9 Latijns-Amerikaanse landen. Waarbij ze familiehuizen ondersteunen en de kinderen geven ze aandacht. Dus de thuisloze kinderen. Maar los van de aandacht, de liefde en verzorging zijn ze ook heel erg bezig met educatie. En ook de gemeenschap daaromheen. Dus het is niet zo van dat die kinderen zeg maar, tot een bepaalde leeftijd hulp krijgen. Maar ook gewoon daarna dat ze kunnen gaan studeren. Eigenlijk net zolang totdat ze gewoon zelfstandiger voor zichzelf kunnen zorgen. Dat ze ook echt een vakopleiding krijgen. Beppie Verhaar heeft een club opgericht waar mensen samen kunnen komen om op woensdagmiddag lekker te knutselen. Zij kunnen hier gezellig bijkletsen en tegelijkertijd handwerken. Hoe is dit nou eigenlijk allemaal tot stand gekomen? Dit is een uit de hand gelopen hobby. Zo is het tot stand gekomen met poppen maken eerst. En iedereen is een beetje verzadigd van de poppen. Dus gaan we kleertjes breien voor het zijn wel sierpoppen. Kleren ervoor breien, haken, borduren, net wat ze willen. En dat is gewoon zo gegroeid. Je kan hier ook borduren, je kan quilten. Je kan dus haken, breien. En je kan ook zeggen, ik wil hier een hele dag dus een hobby uitoefenen, dat kan ook. Dit is dus een dekentje voor op een poppenwagen, want het zijn van die sierwagens die gehaakt is. Dit zijn dus quilts. Dat wordt dus met de hand wordt dat genaaid. Dat zijn al die lapjes. Dat is ook al een hele oude techniek die ze hebben. En dan hebben we hier dus weer, dat is het laatste eigenlijk, dat is weer een gebreid dekentje. Je kan er ook een kussen van maken. Wat we ook doen is kralen beduren. Dat kun je hier ook nog doen. Dan kun je dus poppen, beren breien. Je kan ook maken. Poppen en beren maken, dat kan je hier ook allemaal. Nou ja, een aap kun je ook maken en een hond kun je ook maken. En dat haar wordt er dus dan ingeprikt met de naald. Maar ik denk dat dit een hele goede aftrap is van een campagne die de komende week verder gaat. En die in de loop van de jaren verder tot gevolg heeft dat Hilversum echt een hartstikke veilig, prettig en mooi uitgaansgebied wordt voor de lange jaren. Al een tijdje kampt Hilversum met een slechte reputatie door het geweld in het Hilversumse uitgaansleven dat door de media is aangewakkerd. Burgemeester Broertjes uit zijn irritatie hierover tijdens raadsvergadering en Politiek Café. Ik las in de krant overigens een reactie van u, burgemeester, dat u het wat merkwaardig vindt of vond hoe de laatste geweldmisdrijven in het afgelopen weekend zijn omschreven. Bent u van mening dat de media de geweldsincidenten in de binnenstad van Hilversum schromelijk overdrijft? Ja. Ik ga nu over tot het laatste antwoorden. Burgemeester. Ja, dat is zeker zo, want waar er stond dat het weer explosief was en dat het uitgaansgeweld weer oplaait in Hilversum, dat ging om een vechtpartijtje waar 3 mensen bij betrokken waren in Let's Get Down. Alle 3 zijn opgepakt, alle 3 zijn verhoord en met alle 3 die krijgen een gebiedsverbod. Dus dat werken we keurig netjes af. En daar is dus eigenlijk niet heel veel mee aan de hand. En dat wordt dan neergezet alsof het hier weer één groot Sodom en Gomorra is. En dat is gewoon niet waar. En daarom ben ik fel daarop. Omdat ik weer een jaar bezig ben om dat beeld weg te poetsen. Terwijl we daar eigenlijk... En het is niet dat er niks aan de hand is. Maar we moeten het in proporties zien. En ik heb de media precies gevolgd. En de heer Hazelager citeert zelfs uit de Volkshand. Terwijl hij mij heeft toevertrouwd dat hij hem niet leest. Maar het stond alleen op de... Ja, dat weet ik. Het stond alleen op de site van de Volkskrant en het was allemaal overgenomen van dichtbij.nl. Nou, dichtbij.nl is van de Telegraaf en de Volkskrant heeft het, ANP heeft het overgenomen en de Radio ANP heeft het overgenomen. Het zijn allemaal dezelfde teksten. Geen één journalist heeft even gebeld met mij of met de politie. Wat is er nou precies aan de hand? En die luie journalistiek, die veroordeel ik, ook in deze raad. En daar ben ik nijdig over. Oké. Wethouder Birnoud Moojen was bij wijkcentrum Lopes Diaz aanwezig om te helpen bij het uitladen van de eerste pallets met zoutzakken. Vanaf aanstaande maandag kunnen de inwoners van Hilversum bij verschillende wijkcentra gratis zo'n zakje stroozout meekrijgen. Wethouder Mooij, dit is een mooi initiatief. Gemeente, gratis zout. Jazeker, we delen gratis zout uit om de mensen de gelegenheid te stellen hun stoepje te strooien. Dat is toch voor het eerst sinds tijden? Voor het eerst in jaren, sinds jaren, ja, dat klopt. Dus het zoutprobleem is opgelost? Ik denk het wel. We hebben net 1200 kilo zout, strooizout afgeleverd hier. Dat ging prima door de deur? Ging prima, paste net. Alsjeblieft. Het eerste zakje zout. Fijn, dank u wel. Graag gedaan. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. Dus, en vooral om de eerste te wezen. Dus zometeen komt u de volgende halen? Nou, nee, ik denk niet. Eentje genoeg? Eentje, ja, denk ik wel. Het is een mooi initiatief van de gemeente. Ja, zeker. Ja, want we zitten altijd met die gladde stoepen en zo allemaal. Dus nou kun je zelf een beetje ermee helpen. En ze zijn nog te tillen ook. Ja, daarom. De meiden van de E7 van SC Het Gooi zijn afgelopen zaterdag 7 december kampioen geworden in een jongenscompetitie. Er werd zelfs meerdere keren met dubbele cijfers gewonnen. Wat maakt dit team nou eigenlijk zo sterk? Dit team maakt het zo sterk omdat ze eigenlijk als team voetballen. Ja? Dus het zijn geen egootjes. Ze spelen lekker over. Ze zijn technisch sterk. Ze zijn positioneel zijn ze, voetballen ze sterk. En ze werken heel hard. Zowel in de training als in de wedstrijd. En dat maakt eigenlijk het team sterk. Ze komen altijd trainen. Door wind en weer. En wat maakt ze bijzonder? Ze zijn heel aardig tegen elkaar. Het is eigenlijk een beetje een vriendinnenteam, sorry. Ja? En ja, ze gaan leuk met elkaar om en ze zijn zowel in als naast het veld erg begaan met elkaar. En dat maakt het bijzonder. Ik ben al 3 jaar met ze bezig. En ja, en dat werpt ze vrucht af. Het gaat erom dat de meisjes uitdaging houden. En aangezien het meisjesvoetbal natuurlijk wel heel erg in opkomst is, is het toch nog een beetje, in ieder geval in het district Het Gooi, daar komt het meisjesvoetbal een beetje op. Alleen qua niveau zitten we gewoon net even een stapje hoger. En om toch die uitdaging te houden, willen we gewoon tegen jongens spelen. Want de jongens zijn fysiek sterker en daar worden die meiden ook sterker van. En je ziet ook gewoon als ze tegen meiden voetballen, dan voetballen ze toch anders als tegen jongens. En dat is gewoon een feit. We gaan in de voorjaarscompetitie gaan we 2 of 3 klassen hoger spelen. Omdat ik merk in deze klasse dat we eigenlijk te laag zitten. Ja, en we gaan dus nu proberen het in de 5e of in de 4e klas om daar ja, een potje te breken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het doen. Wij zijn zwart en geel en we voetballen als een leeuw. Yeah! Ik ga praten met Jelmer Mulder van de samenwerkende FNV-vakbonden in de Gooi en Vechtstreek. Hij is hier in de studio, gespecialiseerd in de zorg uiteraard en vooral bij de gang van zaken rond Vivium. Want daar speelt een kort gedingprocedure over de salarisschalen waarin huishoudelijke hulpen worden ingedeeld. Dag voor kerst gaat de rechter zich daarover buigen. Eerst even meneer Mulder, in zijn algemeenheid. De zorg is eigenlijk een heel groot zorgkindje aan het worden. Met name de zorginstellingen ook hier in Het Gooi. Hoe komt het dat ze het allemaal nou zo moeilijk hebben? Nou, een van de redenen is dus dat er een forse bezuiniging door de overheid wordt doorgezet overheid legt nu ook het probleem bij de gemeenten dus neer, dus bij de lagere regio's, die uiteindelijk dat moeten invullen. Alleen ze krijgen niet het geld mee wat er in wezen voor staat. En dat betekent dat met name in de verzorgingstehuizen behoorlijke klappen gaan vallen. En dat heeft ermee te maken dat de overheid heeft bepaald dat met name de zorgzwaartepakketten, en dat zijn de indicaties 1 tot en met 4, in de loop van volgend jaar gewoon dus niet meer in aanmerking komen om in de tehuizen te geplaatst te worden. En vinden de vakbonden dan dat de zorg nu zakt naar een niveau dat eigenlijk onaanvaardbaar wordt op die manier? Nou, ja, in die zin dus wel, omdat er wordt veel meer van de mensen verlangd dat ze veel langer thuis moeten blijven. Daar zullen best schrijnende gevallen daartussen komen. Anderzijds willen mensen ook het liefst zo lang mogelijk thuis blijven. Alleen er moet er wel dus de goede ondersteuning bij komen, dus de goede zorg die daarbij hoort. Ja. En als je nu dus kijkt naar de situatie in die instellingen die ik net noemde, hoe zou u dat dan kenschetsen? Die dingen die daar gebeuren, die zijn onvermijdelijk gezien dat overheidsbeleid? Nou, wat dus Amaris, die doet een hele reorganisatie, die richt zich op iets van bezuinigingen wat dus nog niet helemaal wetgeving is, dus loopt vooruit op beslissingen die verder nog moeten worden genomen. Als je kijkt naar Vivium... Want die gaan reorganiseren, hè? Die gaan snijden in het management, de staf en de ondersteunende diensten. Ja. Nou, dat is op zich, kijk, als zij dus minder geld krijgen, vinden we dat... Als men dus ook kijkt naar het eigen management en die hele reorganisatie, vinden we dat op zich een goede zaak. Als daar in goed overleg, ook met de bonden, gewoon een goed sociaal plan bij komt. Daar speelt een rechtszaak. Het is misschien wat ingewikkeld, maar kunt u het kort uitleggen? Wat is daar precies aan de hand? Nou, het positieve hier in de regio is dat de gemeenten gezamenlijk, hè, dus in het gewest, hebben een contract opgesteld wat eind vorig jaar de markt opgegaan is voor de huishoudelijke hulp. In dat contract hebben ze gewoon gezegd, wij willen de zorg niet uitknijpen. Wij geven een vast bedrag per uur aan de zorginstellingen. En die moeten van dat bedrag 48% betalen aan de medewerker. Dus de medewerker is verzekerd van een bepaald basisinkomen. Dat vinden wij dus het sterke. Er zijn ook eisen gesteld, met name aan de hele signaleringsfunctie. Wat wij ook een hele belangrijke vinden, omdat dat inhoudt dat... mensen niet alleen komen schoonmaken, maar ook een beeld krijgen van hoe gaat het hier in dit huis. Hè? Misschien eens een keer in een koelkast kijken of is er een stukje eenzaamheid. Ja. Dat vinden wij dus belangrijk. Ja. En dat is op dat moment helemaal weg. Dat zit dus wel in datgene wat in het contract staat, maar daar hoort ook een waardering bij. Vivium zegt nu van wij betalen wel dat bedrag en dan komt het dus, ik zal niet al te moeilijk doen, maar het is dan het bedrag 10,80 euro wat overal genoemd gaat worden. Alleen dat leggen ze dus niet in de goede schaal neer, goede loonschaal. Ze leggen het in een lagere loonschaal neer en zeggen van nou vullen wij dat aan. Uiteindelijk is het zo dat Vivium zich dus niet aan het contract houdt. Vivium heeft de laatste keer, dus toen het voor het gerecht kwam, is die in één keer gekomen om de functie op te knippen. Naar eentje die dus de schoonmaak doet en een ander die dan af en toe de signalering doet. Maar ook dat past niet in het contract. Dus op die manier proberen ze dus dan aan te geven dat doordat ze in de lagere schaal zitten met een toelage, dat ze in wezen toch voldoen aan dat contract. Ja. Nou, dat is niet zo. Het blijven juridische ingewikkelde steekspellen rond iets wat heel belangrijk is en wat behoorlijk onder druk staat nu voor mijn gevoel. De zorg, ook in het Gooi. Dan zijn we nu bij agenda punt 28, verlenging, zendmachtiging, RTI Hilversum. Nou, als we dat verwerpen, dan kunnen de jongens en meisjes die daar al de hele avond staan te filmen, kunnen hun spulletjes opruimen. Wie wil daarover het woord? Den Daas? Ik wil niet het woord voeren, maar ik wil graag een stemverklaring. Wil niemand het woord eerst nog? Nee? Dan mevrouw Kolos, het woord. Orde. Het gaat steeds meer op Ernst Bakker lijken. Al het hameren. Dank u wel, voorzitter. De wethouder Rensen die heeft Leefbaar Hilversum beloofd om de bepalingen in verband met het programma Beleidsbepalend Orgaan Samenstelling bij het commissariaat na te gaan. En tot nu toe hadden we nog geen reactie gehad. Oh ja? De wethouder krijgt straks het woord. Ja? Ja, de heer Hazelager en mevrouw Den Droog, wilt u ietsje rustiger? Nee, maar u hebt wel voortdurend het woord. Ik ga weer verder. Mevrouw Koolhoos. Wat gebeurt er als het programma Beleid Bepalend Orgaan volgend jaar geen goede brede samenstelling meer heeft? Als dit zo zou blijken te zijn, wat is daarop dan een eventuele sanctie? Indien het antwoord van de wethouder voor ons onbevredigend is, dan zijn we tegen. Dus ik ben benieuwd. Dank u wel. Ja, dan had ik nog mevrouw Den Daas, stemverklaring. Of eerste wethouder, sorry. Wethouder Rensen. Voorzitter, ik heb enkele dagen, ik denk 2 dagen na de commissievergadering, u allen een brief gestuurd waarin het antwoord van de commissariaat voor de media is verwoord. En dat leidde, ik moet het nu parafraseren, dat het commissariaat bij een eventuele wijziging van de PVB, het programma Beleidsbepalend Orgaan, PBO. Als dat dusdanig is dat het commissariaat denkt dat dat niet meer representatief is, dat ze dan onderzoek kunnen doen. En als ze dat na dat onderzoek nog steeds vinden, dan kunnen ze bij de gemeenteraad een nieuw advies vragen. En afhankelijk van dat advies of niet, daarvan afhankelijk, want ze hebben altijd een eigen beslissingsbevoegdheid, kunnen ze dan alsnog de zetmachtiging intrekken. Zo is het. Dan mevrouw Den Daas. Dank u wel, voorzitter. De D66-fractie was ontevreden over de niet-tijdige informatievoorzieningen en de manier waarop dit raadsvoorstel is voorgelegd en besproken in de commissie. Wij willen echter de verlenging van de zendmachtiging van RTI niet tegenhouden. En daarom stemmen we dus voor dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Dan breng ik het tot nu in stemming. Agenda punt 28, D66, VVD, Partij van de Arbeid, Hart voor Hilversum, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Leefbaar Hilversum, Partij van Westing, fractie Hans Roos, unaniem aangenomen. In april 2013 is er een ontwerpbesluit genomen in verband met inhoudelijke wijzigingen in het raadsvoorstel. Bij behandeling van dit raadsvoorstel in de Raad is er een procedurediscussie ontstaan die tot de volgende discussie leidde naar stemming. De stemming is 16-16. Dus... Dan vraag ik hoofdelijke stemming aan. Ja. Ja, dat blijft dan waarschijnlijk 16-16. Volgende raadsvergadering opnieuw een stemming brengen, dat kan ook. Volgens de reglementen. Moeten we niet 2 want dan zijn er... om het te overleggen? Volgende vergadering opnieuw in stemming brengen, is dat een beter idee? Nou, ik vroeg hoofdelijke stemming in. Dat lijkt mij een goede oplossing. Hoofdelijke stemming? Dat gaat altijd boven de... Ja? Ordevoorstel, hoofdelijke stemming. Voorzitter, even een procedurele vraag. We hebben nu net gestemd, de stemmen staken en mevrouw Walters stelt vervolgens voor om er opnieuw over te gaan stemmen. Dat lijkt me een beetje dubieus. Mevrouw Walters, als ik even mag. Oh ja. Dat lijkt me een beetje, dubieus, procedureel gezien. Ja. Het is natuurlijk raar, democratisch gezien is het vreemd dat je niet zo lang blijft stemmen tot je je zin krijgt. Volgens mij moeten we dat niet gaan doen. Daarom was mijn voorstel ook, volgende vergadering opnieuw in stemming brengen. Dat lijkt mij het meest logisch op dit moment. Volgens mij kan ik alsnog hoofdelijke stemming aanvragen als daar een reden voor heb. En de reden is dat de stemmen staken. Dus ja, kunnen we nu gewoon hoofdelijk stemmen. Zo zit het procedureel. Voorzitter? Dan ga ik nu even schorsen, want dan halen we de gemeentewet erbij en dan gaan we even kijken hoe het zit. Ik schors de vergadering voor enkele minuten. Het is allemaal heel duidelijk. Gelukkig hebben we een gemeentewet. Gaat u allemaal zitten? Neemt u een kalmeringspilletje? Artikel 32.4 zegt dat... Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. We zijn dus niet voltallig. Dus de beslissing wordt uitgesteld tot de volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Bianca Verwij van de SP Hilversum. Ik heb een laatste stelling eigenlijk voor beide politici en de burgemeester in het bijzonder. Eigenlijk ga ik hem een vraag stellen. En dat is namelijk, de markt heeft dringend een wc nodig. En ik weet dat mijn collega van de PvdA het daarmee eens is. Dus ik ga een klein stukje citeren uit de notulen van 2007. Waarin meneer Hazelager vraagt van, nou, kan er nou niet een mobiele toilet komen? En het antwoord van de PvdA-wethouder was: de heer Rensen deelt mede dat voor een bedrag van €13.000 een mobiele toiletwagen voor de markt zal worden kunnen aangeschaft. De kosten en het beheer hiervan en het onderhoud zijn jaarlijks €5.000. Een bedrag hiervoor is niet in de begroting opgenomen, maar gezien de wens van de PvdA-fractie zegt hij toe een toiletwagen aan te schaffen. Maar dat is 5 jaar geleden. Wilt u voor de marktkooplui, voor de mensen van het platform chronisch zieken en gehandicapten, uw handtekening op deze wc-pot zetten, zodat wij binnen korte termijn een mobiele toiletwagen kunnen realiseren? Het geld staat al in de begroting van 2008. En wilt u dan ook zorgen dat er een gehandicapte toilet komt? Wethouder Moojen, we zijn hier in het buitengebied. Wat doen we hier precies? Nou, vandaag hebben we gecontroleerd op autovrakken in het buitengebied. Normaal is het dat we soms de controles aankondigen. Vandaag was een onaangekondigde controle. En we hebben dus vandaag, ik zeg het nogmaals, gecontroleerd op autovrakken. En we hebben een brief uitgedeeld aan een overtreder dat hij voor de 24 december de wrakken en andere zaken moet opruimen. Oké, een brief uitgedeeld. En daarmee zorgen we ervoor dat de autovrakken verdwijnen uit het Hilversumse buitengebied? Ik neem aan dat als ze de brief gelezen hebben, dat ze voor die datum die er staat wrak hebben opgeruimd. Anders doen wij het op hun kosten. Was dit de laatste handhavingsactie van de gemeente dit jaar? Nee, we gaan de komende dagen nog controleren op de opslag van vuurwerk. Dus we gaan nog een paar vuurwerkcontroles uitvoeren. Oké, en daarmee kunnen we hopelijk veilig de jaarwisseling in. Jazeker, we hopen ook dat het een veilige jaarwisseling wordt, waar iedereen gezond het nieuwe jaar in kan.